Ieder jaar organiseert handboogvereniging Concordia een buitenschietwedstrijd. Verschillende doelen met diverse moeilijkheidsgraad waren door de organisatie geplaatst. Veel deelnemers waren aanwezig, waarvan een groot gedeelte uit het buitenland. De meesten kwamen alvast een kijkje nemen voor het komend NK, wat in samenwerking met de Handboogbond door Concordia wordt georganiseerd. TV Meijerij was erbij en vroeg wat buitenschieten zo apart maakt. Buiten is het voor ons toch iets interessanter als binnen. En dus veel meer variatie, veel meer afstanden, veel meer voorbereiding. Gezelliger. Gezelliger ook daarna. Dus ja. En waar komen jullie vandaan? Wij komen uit Hapert. Hiep, hiep, hiep. De A-wedstrijden die tellen van de bond uit. Dat zijn wedstrijden die... Verplichte afstanden. Verplichte, oh ja. Er zijn scheidsrechters bij en... En die willen jullie er absoluut niet bij hebben. Jawel, wij schieten eigenlijk hoofdzakelijk A-wedstrijden. Alleen deze eerste van de west van het jaar. En is een B, af en toe hebben we B-wedstrijden erbij. Maar het is best wel goed georganiseerd. Ja, zeker. Hier altijd gezellig en alles is perfect. We zijn de enige vereniging die in Nederland en in België de winterveld organiseren. En daar zijn wij 5 jaar geleden mee gestart. En dat is eigenlijk ontstaan omdat dus de clubs en de leden die allemaal het veld schieten. Ja, er zit een onderbreking in van pak een beetje 5 maanden. En wij zijn op het idee gekomen om in de winter, net na nieuwjaar, een winterveld te organiseren. En dat loopt eigenlijk fantastisch. Het had ook net zo goed sneeuw kunnen zijn. Vorig jaar lag er ongeveer 20 centimeter sneeuw. Dus toen was het nog behoorlijk wat frisser. Dus, we zetten 24 doelen uit. En er zijn 6 kookplaten, 6 bunnies en 6 60 centimeter platen en 6 80 centimeter platen. En die staan allemaal op verschillende afstanden en in deze samenstelling staan ze allemaal op onbekende afstand. Okay. Met de kookplaat is het, je moet dat zien als een gastel, hè? Kookplaat, 4 blazoenen op 1 schijf. Okay. En hoeveel in totaal schieten ze dan? Hoeveel, Ze schieten allemaal 3 pijlen en ieder op haar eigen schijf schiet 3 pijlen. Ze zitten op het moment op tussen de 60 en de 62 deelnemers. En waar komen die allemaal vandaan? Nou, de deelnemers die komen uit Duitsland en ongeveer 40-45% komt uit België. De mensen die hier dus nou schieten, dat zijn echt de diehards, zal ik maar zeggen. Dus die schieten het seizoen door, schieten ze buiten veldwedstrijden. En dat is, die schieten ook de 5 landen tournee en die schiet ik zelf ook mee. Dus daar schieten we in Frankrijk, in België, Luxemburg en Nederland en Duitsland.